Hey vrienden, welkom op mijn eerste kookinspiratievideo tijdens coronacrisistijd. Want zoals jullie weten zitten we allemaal thuis, moeten we zelf aan de slag met koken en zijn alle restaurants en horecagelegenheden dicht. Dus we gaan lekker zelf aan de slag en vandaag wil ik een beef rendang gaan maken. Nou, wat is beef rendang? Dat is een lekker stuk mals, langgestoofd Indonesisch rundvlees. En daar maken we dan gele rijst bij met curcuma en wat snijbonen in zoet-zure saus. Niet alleen in deze tijd, maar eigenlijk altijd belangrijk om even eerst je handen even goed te wassen voordat je gaat beginnen met koken. Ik ben toch met etenswaren bezig en we moeten gewoon hygiënisch werken. Het rundvlees ga ik in dobbelsteentjes snijden. Nou, ik veert een pan met een laagje olie. Gewoon een scheutje. Een scheutje zonnebloemolie. Nou, ik ga nu het vlees in twee gedeeltes aanbraden. Dan mag ik best op hoog vuur doen. Nou, dit braden we aan totdat het lekker bruin gaat zien. Aan alle kanten. Dan halen we het straks uit de pan en laten we het even rusten. Zo, ik haal nu het eerste gedeelte aangebruind vlees haal ik uit de pan. En ik doe het tweede gedeelte erbij. En laat het op dezelfde manier weer lekker bruin worden. Nou, in de tussentijd dat het vlees op staat, gaan we de ui snijden en de knoflook en de gember. Ik snijd de ui zo dat ik de achterkant nog ziet zitten van die ui. Dat zorgt ervoor dat die schillen eigenlijk bij elkaar blijven zitten en dan kan je het makkelijker fijn snijden. Dus ik snijd die ui eerst even zo op deze manier in stukjes en dan gewoon. Voor die knoflook gebruik ik geen pers, maar ik zet gewoon mijn mes erop en dan wordt het eigenlijk al gewoon uitgeperst zie je. En daarna snij ik het nog eventjes in wat kleinere stukjes. Het is wel een voordeel als je een beetje een groot koksmes kan gebruiken. Ik gebruik ongeveer een centimeter van die gember, dat is genoeg. Even dat schilletje eraf halen. Zo, dan net zo hakken als ik net bij de knoflook heb gedaan. Hoeft niet zo precies. En dan gebruik ik nog een tomaat voor een extra zuurtje naast de azijn die ik al gebruikt. Dat vlees dat heeft eigenlijk een beetje zuur nodig om mals te worden. Zeker dat stoofvlees wat lang moet stoven. Die heeft dat nodig, net als de azijn die erbij gaat. Heeft dat vlees een zuurtje nodig om echt lekker mals te gaan worden. Dus dat is eigenlijk al het snijwerk. Ik ga nou de pan weer opzetten. Ik gebruik eigenlijk hetzelfde braadvocht als waar het vlees al wat uit het vlees is gekomen. Ik doe er wel wat extra olie bij. En dan ga ik even in die pan de ui, knoflook en de gember aanfruiten. Na een paar minuutjes gaat het vlees weer in de pan. Ik meng het allemaal even door elkaar. En ik doe er even een schepje tarwebloem bij. Dat zorgt voor een binding van van de zout die we straks gaan krijgen. Oké, ik doe er een theelepel van die chilivlokken bij. Een beetje een halve theelepel komijnpoeder. En een theelepel koriander. Ik doe de tomaten bij.
een flinke scheut ketchup mayonaise. Ik gebruik ketchup A, dat komt uit de toko. Voor mij kan je het ook wel bij Albert Heijn krijgen. Maar je kan ook gewoon iets van Conimex gebruiken. Alleen van Conimex is net wat dunner. Dit is lekkere stroperige ketchup. Hij is gelijk op, zoals je ziet. Dus in mijn geval gaat alles erin. En ik doe een kleine scheutje ketchup Asin erbij. Dus de zoute ketchup. Waarom een kleine scheutje? Dit is gewoon echt behoorlijk zout. En als je daar te veel van in doet, ja, dan wordt het geheel gewoon te zout. Zeker omdat we ook nog wat bouillon erbij gaan doen. Je heeft niet zo heel veel nodig. Dus ja, zeg maar één scheutje. Zo, is genoeg. Dan heeft het alleen wat extra vocht nodig. En dan heb ik. Ik heb hier de bouillonblokjes. Ik heb al een halve liter water voorgekookt in de waterkoker. Dat is altijd makkelijk om bij de hand te hebben. Dus voordat we gaan koken, zetten we eigenlijk een halve liter water op. Bouillonblokjes boven het geheel. Water erbij totdat het vlees net onder staat. Oké, we brengen het vlees aan de kook. En doe ik de deksel erop en dan zet ik het in de oven. Het moet zeker een uurtje of drie in de oven staan. En dat is wel een lange tijd. Maar aan de andere kant, alles is voorbereid nu. En dat viel op zich wel mee. En je hebt er nu verder geen omkijken naar. Het kan gewoon zijn gang gaan. En straks is het lekker eten. Zo, ik ga nou de gele rijst maken. Ofwel de yellow rice. We hebben niet zo heel veel nodig dit keer. We moeten wat ui hebben. Knoflook en kurkuma gebruiken we. En natuurlijk rijst. We gebruiken 1 ui en 1 knoflookteen. Knoflook even pletten. En in kleine stukjes hakken. Verhit even een scheutje olie. Zonnebloemolie. Niks bijzonders. Ui en de knoflook ga ik even aanfruiten. Dus aanfruiten doe ik een lepel kurkuma erbij. Laat ik ook heel even meebakken, zodat die geuren en smaken goed vrijkomen van die kurkuma. En ik verruim ook het bouillonblokje erbij. En vervolgens doe ik er zo'n 400 gram rijst bij. 400 gram is genoeg voor 4 personen. Dus in ons geval, ons gezin, eten zo'n 400 gram. En dat bak ik ook even mee. Ik bak het zo lang mee totdat die rijstkorrels een beetje glazig zien. Druk het een klein beetje plat, het geheel. En daarna giet ik er zoveel water bij. Dat die rijst helemaal onder staat. Met ongeveer een centimeter erboven. Nou, ik kan het daarna op een kleine pitje gaan zetten. Want het heeft niet heel veel hitte meer nodig nu. En ik wou het gewoon zakjes gaar puttelen. En dat duurt maar 10 minuten. Deksel op de pan en even opmeten. En dan is het straks klaar. Die snijbonen, daar snij ik even de onderkanten vanaf. En snijd in stukjes van ongeveer een centimeter. Die ga ik even ongeveer 10 minuutjes blancheren. Voorkoken. Voordat ik ze verder verwerk in het roerbakgerecht. Ik ga net als de voorgaande keren. Ik gebruik weer een ui en een teentje knoflook. Ik begin er wel een beetje van te huilen intussen. Dus het is wel even genoeg met de ui.
Maar dit was ook de laatste ui die we moesten snijden. Ik verhit wel even een scheutje olie, zonnebloemolie, in een pannetje. Niet al te veel, eetlepel ongeveer. Ik verhuid de uien en de knoflook even aan in de pan. Een paar minuutjes duurt het ongeveer. Kijk, die rijst is nu helemaal goed. Lekker licht en fluffy geworden. Wat ik eigenlijk doe, een beetje voor de kleur, hè. Is een handje dopetter erbij. Je kan gewoon zo uit de diepvries. Kan je dat erbij doen? Zie je? Handje. Maar twee handjes. En dat... Omdat die rijst nog zo heet is, worden die dopetten die worden gelijk ontdooid eigenlijk. En dat, ja, dat geeft gewoon even een lekker kleurtje. En je kan even verder met die bonen. Ik ben nou eigenlijk het sausje aanmaken. Met de uien. Ja. Ik gebruik gewoon dit soort simpele tomatenpuree. Denk ik 2 eetlepels nodig. Maar ja, 2 eetlepels zijn zo'n beetje het hele blikje. Dus dat kan je net zo goed gelijk helemaal erin doen. Dus die tomatenpuree die moet je altijd eventjes meebakken. Voordat je het gelijk gaat gebruiken. Omdat de tomaat is van zichzelf een beetje zuur. En dat heeft ook dit soort tomaten in blik. En door het te bakken komen de suikers vrij. Die gaan karamelliseren. En dan wordt het gewoon lekkerder van smaak. Het wordt ietsje zoeter. Ik heb van die hele grote sambalflessen staan. Omdat het heel veel gebruikt wordt hier. Dat zou jij niet hebben staan. Maar maakt niet uit. Het kan ook uit een potje. Ik doe er een scheutje sambal bij. En als je daar niet van houdt, dan laat je het gewoon achterwege. Dat kan ook. En anders doe je gewoon een theelepel normale sambal oelek erin. En ik gebruik een scheut gemmensiroop om het allemaal een beetje zoet te maken. Dat is in de meeste supermarkten gewoon te koop. Vaak bij de Aziatische afdeling. Dus ik doe een scheutje van ongeveer 2 seconden deed ik. Lekker in en roer dat er even door. Nou, je roert het even lekker door. Totdat het warm is. En dan moet je even gaan proeven of het niet te zuur is, of te zout bij moet. Of het misschien of te zoet bij moet. Dus, nou ja, dit is in ieder geval zoet genoeg. Misschien heb ik wel iets te veel gember gebruikt. Gembersiroop. Maar wat ik zeker kan hebben is een beetje zout. Je roer je zout er even door. Proef eventjes. Ja. Dat is zeker erg lekker. Nou, die snijbonen zijn 10 minuten gekookt. Die ga ik toevoegen aan de saus. En dan is het eigenlijk klaar. Het is ook maar een bijgerechtje. Een heel lekker bijgerechtje. Dat gaan we er straks. Dat kan er straks heel goed bij. En dan is het klaar. Dus ik ga het eens proberen. Het is echt lekker zacht vlees geworden. Ik proef goed die kruiden die we gebruikt hebben. En het was sneller klaar dan we dachten trouwens. Ik heb het er 2 uur in de oven laten staan en het was klaar. Waarschijnlijk omdat het in kleine blokjes is gesneden. Normaal gesproken als je rundvlees in grote lappen klaarmaakt, dan heeft het echt wel 3 uur nodig. Het was nou iets minder. Dus de groente ook even proberen. Nou, echt een perfecte tegenhanger voor de rest van het gerecht. Lekker zoet zuur met wat lekker fris smaakt. Heel goed gerecht.